Ja, mijn New York City Marathon verliep echt geweldig. Ik moet allereerst natuurlijk alle credits naar mijn haas. Imo is een collega van me, supersnelle marathonloper. Is in Amsterdam nog derde van Nederland geworden. En hij had mij beloofd om te hazen na een tijd van 2:59:59. Ik liep vorig jaar in Eindhoven mijn marathon PR. Of mijn voormalige marathon PR, 3:09. En ja, ik wil een hele tijd gewoon onder die 3 uur komen op de marathon. Dus nou ja, ook tijdens de New York City Marathon was dat mijn doel. 2:09 of 2:59:59. Ja, dat is natuurlijk super. De lat lag hoog. Ook omdat ik, ja, zoals gezegd, de parcours is gewoon verre van vlak. Is helemaal niet snel. Dus het was een pittige opdracht. Uiteindelijk heb ik hem ook niet gehaald. Heb ik de marathon gelopen in 3:01:23. Maar, daar moet ik wel even bij zeggen, ik liep in totaal 42,8 kilometer. Dus eigenlijk als je dat terugrekent naar een volledige marathon, dus 42 kilometer 195 meter, dan heb ik hem dus in 2:58 gelopen. Maar ja, goed, de officiële tijd is 3:01:23. Ben ik super trots op. Want de parcours was gewoon hartstikke zwaar. Zeker in die laatste kilometers moest ik echt eventjes doorbijten om het tempo te handhaven. En daarbij kwam ook nog eens die wind. Het was een beetje vreemd. We hadden hem niet constant tegen. We hadden hem ook niet constant mee. Maar er was op momenten dat je hem weer heel zwaar tegen had. Beetje, zo af en toe kwam hij als een duveltje uit een doosje. Kwam de wind weer opzetten, waardoor je echt eventjes moest vechten ertegen. Maar voor de rest, om in deze omstandigheden 3:01:23 te lopen, ja, daar ben ik gewoon super trots op. En ja, niemand neemt dat meer van me af. Dus een volgende marathon gaan we het gewoon weer proberen om onder de 3 uur te lopen. Maar ja, voorlopig super trots, nieuw PR. Met 8 minuten, ruim 8 minuten verbeterd. Dus deze New York City Marathon was voor mij echt, echt fantastisch.